En zowel Van As als Algera scoorden vorig jaar tijdens deze ontmoeting. Toen veegde Rotterdam de bezoekers uit Wassenaar met 8-3 van het veld. Onder meer dankzij 4 goals van Jeroen Hertzberger. En vandaag belandt de bal na een kwartier op de stip. Beslissing van deze Jonas van het Hek, scheidsrechter. Die deze cirkel voor zijn rekening neemt. Overtreding daar op Schoenaker van HGC en de bal op de stip. En daar is Sevi Van As. En hij scoort zijn eerste treffer in zijn tweede leven bij HGC. En dat tegen Rotterdam dus. Hij verschalkt Mark Ingram, de Ierse keeper van Rotterdam. 5 minuten later. HGC blijft aanvallen, is de betere ploeg. En krijgt hier een strafcorner. Deze redding van Ingram. HGC momenteel 8e in de competitie met 3 punten. Rotterdam heeft er 3 meer en staat daarmee 5e. Strafcorner verloopt verrassend met een variant. Sevi Van As opnieuw trefzeker. Krijgt hem goed terug van Nick Budgen. En 2-0. En nogmaals die corner. Budgen naar Van As. En die zorgt na een mooie beweging voor die 2-0 tussenstand. Na 20 minuten. Het is alweer 9 jaar geleden dat HGC een wedstrijd won op bezoek bij Rotterdam. Maar vandaag gaat het dus behoorlijk goed voor Paul Van As en zijn ploeg. Want hier is zelfs de 3-0. Olivier van Tongeren maakt hem. Jonge speler van HGC. Was afgelopen zomer nog actief op het EK onder 18 jaar. Hij vrommelt zich hier langs Ingram. Maakt de bal vrij en pusht hem vervolgens binnen. 3-0 en dat was ook de ruststand in Rotterdam. Een verrassende ruststand, dat mag worden gezegd. Hier is de Japanner Tanaka. Nog actief op de Asian Games. Die met Japan de titel pakte. Hier geeft hij de assist op Ashley Jackson. En Jackson maakt dus de 4-0. Voor Jackson alweer de 4e treffer van het seizoen overigens. HGC dus op stoom in Rotterdam. Hier weer Tanaka, de linkerkant van het veld. Bal de cirkel in, daar de uithaal van Dick Mulman. Het wordt erger en erger voor Rotterdam, want dit is dus de 5-0. En dat na 57 minuten spelen. Rotterdam vrijdagavond dus met 3-0 onderuit gegaan in Den Bosch en nu een 0-5 tussenstand. Het is een zwaar weekend voor Albert Kees Maneschijn en zijn ploeg. Die balverlies, Justin Blok speelt de bal er aan Kars Timmer. En Timmer denkt, ja, ik haal maar eens uit. 0-6, wat een tussenstand. Timmer overgekomen van Hattem afgelopen zomer. Ontfutselt hier de bal aan de verdedigers van Rotterdam. Ja, en bij zo'n tussenstand kan je het prima zelf doen. In de slotfase Rotterdam nog een strafcorner. Met Jeroen Hertzberger. Ja, en er amper blij mee zijn natuurlijk met zo'n tussenstand. Teken nog voor de 1-6. Zijn 4e inmiddels van het seizoen. In de allerlaatste minuut nog een corner voor Rotterdam. Ditmaal is het Simon Edgerton met een beetje geluk voor de 6-2 tekent. In nogmaals die corner. De laatste goal van de wedstrijd. Dat kunnen we wel eens verklappen. Edgerton. En via de handschoen van Van der Ven zit hij erin. Rotterdam verliest dik, heel dik van HGC. En de zorgen nemen toe voor Albert Kees Maneschijn in zijn ploeg na dit waardeloze weekend.